Paris, Crystal Clear en Vero Moda. Kim, gefeliciteerd. Je staat in de finale. Christa, gefeliciteerd. Oh, dank je wel. Sabrina, eindigt jouw carrière hier en nu? Odeon, vorige week kreeg je een wake-up call. Vraag ons af of je wakker geworden bent. Odeon, je hebt je verslapen. Met nog maar 3 meiden over eindigt het avontuur in Kaapstad. De finalisten gaan terug naar Nederland om zich voor te bereiden op de spannende live finale. Tijd om even terug te kijken hoe het allemaal begon. Ik heb al een heleboel catwalk gelopen, zowel in de Filipijnen als in Turkije, dus... Houden we dit niet zeker weten? Niet verwacht. En volgens mij zijn we allemaal heel erg blij. Meiden, laat ze het horen. En jij mag doen. But there's one catch. None of you are going to be wearing any tops. Bloot zijn hoort nou eenmaal bij het modellenvak. Voordat je de catwalk op gaat, tijdens de catwalk, tijdens een fotoshoot, wen er gewoon maar aan. Het hoort erbij. Aan de andere kant, heel heel Nederlands ziet je week veel leraar, zie je, weet ik veel, je opa, je buurman, je vieze buurman. Nee, maar ja, je hebt toch, ja, sorry, maar ik denk dat je een heleboel van dit soort opdrachten wel kan verwachten. Ja, tuurlijk. Gewoon een uitdrukking van een dode mus. Het is heel jammer. Je hebt het wel in je. Dat moet je wel laten zien. It's like she's like, oh, no. You should be like stronger and you know more inspired and have something going on in your mind. Yeah, everything you do is it's too much and it's always it's like sex. It's just always sex. But I mean, I think you've got great potential and you look great, but you've got to chill out with the sex thing. Al die weken in het luxe modellenappartement is het tijd om te kijken hoe de finalisten zelf wonen. Ik ben vandaag in Groningen en ik ga op bezoek bij een van onze finalisten. Ik ga op bezoek bij Kim. Hang je daar als een prinses met lange haren op je balkonnetje? Ik leef als een baby. Jij vindt het leuk? Dankjewel. Dat wist je niet. Nee, dat wist ik niet. Gaat het goed, weet je? Ja. Ruik je lekker. Mag ik binnenkomen? Ja, tuurlijk mogen jullie binnenkomen. Maar er is 1 mei. Jullie moeten wel eens schoenen uitdoen. Ik ga gelijk weer weg. Nee, dat is goed, hè? Ja? Ja. Oké. Nou, welkom in huis. Ja, nou, ik ben benieuwd. Hallo? Reza. Ja, jij bent Reza? Ja. Ik ben Rosalie. Reza. Hi. Wat vind je er nou van dat je vriendin vaak op televisie te zien is? Ik ben trots op haar. Ja? Ja, ze is goed bezig. Zijn we nu bij jou thuis of is het, zijn we nu bij Reza thuis? Nou, aan de ene kant zijn we dus bij Reza thuis, maar aan de andere kant zijn we eigenlijk bij ons thuis, ja. Bij mij thuis. Want we wonen eigenlijk ook min of meer samen. En normaal gesproken woon ik zeg maar dan bij mijn moeder. Ja. Maar door privéomstandigheden kon het gewoon even niet. En mijn moeder die kan er even ook niet bij zijn. Nee.
omdat ze zich gewoon niet zo lekker voelt. Nee. Maar ze is wel heel trots op me. En ik ben ook heel trots op haar. Ze wist van het begin af aan dat je aan deze wedstrijd meedeed? Ja, mijn moeder die heeft mij wel heel erg gestimuleerd. Marisa ook altijd wel. Hij heeft ook altijd gezegd dat ik het moest doen. Voordat ik hier meedeed, toen deed ik al modellenwerk. Toen was ik in Parijs geweest en in Barcelona en in Turkije. En dat vond mijn vriend, Reza, die vond het iets, vond het wel leuk, maar hij vond het altijd wat minder, omdat ik altijd zo vaak weg was. Ja, ik zag haar soms 2 maanden, niet 3 maanden. Toen, ja, we zijn heel ver van elkaar, ja, en ik miste haar. Zij mij ook. Als hij topmodel wordt, ja, ja, nooit meer is overdreven. Maar dan zie je er ook misschien wel een maand of 6 weken of 2 maanden ja, niet. Ja, maar dan, als ze weggaat, dan ga ik ook. Ah, oké. Okay. Heel netjes. Goeiedag, ik ben op zoek naar Sabrina. Rosalie, aangenaam. Oh, hey. Hey, hallo. Hi, hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja? Dit had ik niet verwacht. Oh, nou, dan ga ik weer weg. Hey, gezellig, kom in. Nou, dankjewel. Kom maar. Oh, hi, ik ben Rosalie. Leuk je te zien. Jij bent het zusje. Een van de zusjes. Dit is Priscilla, 19 jaar. En mijn moeder zit daar met onze hond. Ja. Maar ik vind het gewoon geweldig dat ze bij de laatste 3 zit. Dus nu gaan we natuurlijk naar de eerste plaats. En wat vind jij ervan van je zusje? Ik vind het allemaal heel erg leuk. Ja. Heel trots op haar. Ja. Oh, dat hoort niet. Ik moet zeggen. Wat? Ja, is goed. Krijgen jullie nou ruzie? Of, Nee. Hebben jullie wel eens ruzie? Ja, vroeger hadden we echt heel vaak ruzie, ja. Want dat Sabrina niet op de mondjes gevallen, dat hebben we ook wel heel erg tijdens de opnames kunnen merken en tijdens het werk. Er werd in ieder geval gezegd dat ik heel veel aan het praten was en dat klopt ook. En dan niet alleen aan het praten. Hoe bedoelt u? Nou, af en toe grote bek. Oh. Je laat je niet op je kop zitten. Nee, maar ik zou niet iemand zitten uitschelden of zo, dat niet. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik laat me niet met mijn sollen, zeg maar, nee. Nou, nu bel ik even bij Christa. Hi! Hey, hoi! Kom binnen! Rosalie? Dat is mijn moeder. Hallo. Aangenaam. Imra. Imra, Rosalie. En jij bent? Rutger. Jij bent ook een broer. Broertje, ja. Tje. Ook. Ja, en u bent ook een broer? Je bent een oudere broer? Ja, je vader hoor. Ja? Dag, Jacques Verbouw. Christa, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, ik ben weer helemaal... Ik vind het wel lekker om weer even thuis te zijn. Ja, want je zit nog op school. Ja, de laatste jaar. En dan? Ik moet nog afstuderen. En daarna natuurlijk modellenwerk. Sinds wanneer is het jouw droom? Vanaf jongs af aan al. Vanaf ik, denk ik... Ik wist in het begin nog helemaal niet echt wat modellenwerk was. Maar toen had ik al zoiets, dan zag ik een foldertje en dacht van... Oh, dat meisje zou ik wel willen zijn. Maar ik wist helemaal niet hoe ik dat moest aanpakken. Eén keer, dat was zo grappig. Toen had ik een V&D-krantje, was ik aan het doorbladeren. Maar toen dacht ik van, ja, maar waar komen die modellen dan vandaan? En ik snapte het allemaal niet. Heb ik gewoon de V&D opgebeld. Okay. Heb ik gezegd van, ja, kan ik ook een keertje jullie krantje staan? Dus ze heeft een soort onnozelheid waarvan ik niet weet of ze speelt of dat die echt is. En dat vind ik wel spannend aan Christa. Ik heb maar één doel in mijn leven. En dat is op een podium staan. Dat zei ze. En wij zeiden, waar komt dat vandaan? Geen idee. Ja. Maar dat was echt haar grote droom. En nu is het in het modellenwerk. Ja. Maar ik deel uit van een kerk. Die op een eigen tijdse manier God dient en gelooft. Ja. En doet Christa ook nog wel eens van die theaterstukjes. Of hoe moet je dat noemen? Toneel. Stukjes toneel, stukjes drama, laat ik maar zeggen. U bent de moeder? Ja. En de trotse moeder? Ja, absoluut. Ze zit in de finale. Ja. Wat denkt u? Haar kansen. Ik denk dat ik wel weet wat u zou willen voor uw dochter. Ja. Maar wat denkt u? Nou, ik denk wel dat ze de eerste kan worden. Ja, denk het wel. Tot zo bij Model Masters Holland's Next Top Model. Kim vond ik... Eerst was ik bang dat het Sylvia de tweede was, wat misschien wel leuk was geweest, maar niet voor een tweede keer. Dus zij heeft zich wel ontpopt tot iemand die wel degelijk de kwaliteiten heeft en goed met de kamer omgaat. Ook een lieve schat is en oprecht en doof. En dat vind ik ook leuk. Klein gebrek, geen bezwaar. Aan de eerste paar keer toen ik jou ontmoette, toen zat ik me heel erg aan je stem te ergeren. En ik vond dat je zo'n rare stem had.
En ik vroeg me af waardoor dat kwam. En dat komt omdat je een probleem hebt met luisteren. Ja, ik heb een gehoorprobleem. En dat heb je al van jongs af aan? Ja, dat is gekomen. Ik ben er niet mee geboren, maar mijn ouders... Ja. Die hebben toen in die tijd dat ik een baby was van 8 maanden... hebben ze een auto-ongeluk gehad. En die auto die is toen een paar keer over de kop gevlogen. En er is verder niks heel ergs gebeurd. Alleen ik heb zeg maar blijvend letsel opgelopen aan mijn oren. Want zeg maar bij jou, jij hoort gewoon normaal. Bij jou is je gehooringang helemaal open. Bij mij is hij voor de helft dichtgeklapt. Ja. Dus daardoor ben ik slechthorend. Ja. Nou, dit is mijn geboortekaartje. Oh, schattig. Mijn baby met Kim, Annetta. Jantina. Ja. Je bent hier in Groningen geboren ook? Ja, toen ik net geboren was, had ik bruine ogen, donker haar. Nu heb ik blauwe ogen. Nou, hier ben ik wat ouder. Hier kan je het wel een beetje zien. Ja. Kim, dit is jouw beste foto. Als we die nou eens op de vloer zouden laten zien. Ik denk, dit is echt een rotschrik. En hier ben ik echt Kimmy, want hier kijk ik heel boos. Het is mijn moeder met mij. Ja, dus toen was je, stond je eigenlijk al op de foto. Was je al aan het poseren, zeg maar? Ja, toen was ik al bezig. Welkom bij L'Oréal. Jullie hebben het waarschijnlijk al door. Vandaag gaan jullie je metamorfose krijgen. Ik hoop dat het een hele echte metamorfose wordt, dat alles anders is. We hebben heel lang over jou vergaderd. En jij wordt een verrassing. Weet je hoe het moet? Ja. Verf heeft toch altijd een kleur? En toen er ineens ging, dacht ik, oh ja. Zit er een kleurspoeling in? En er helemaal niets aan veranderd. Want het was eigenlijk helemaal goed zo. Helemaal niet? Helemaal ook de kleur niet? Niet? Ook de kleur niet. Wow! Oh, ja hoor. Prachtig. Een fantastisch uitzicht. Ja. Yes. Oh. Prachtig. Mooi. Oog in de lens. Oei. Ja. Mooi. Ja. Een verleidelijke blik. Hoofd een beetje naar boven. Rustig in je lijf. Ja, dat wenkbrauwtje is heel leuk. Toen zag ik heel grappig. Ja, wat doet ze dan? Overal als ze komt, zag ik een lolletje of zo. Ze kan Mr. Bean nadoen en André van Duin. Dat doet ze allemaal, dat soort dingen. Kom maar iets te doen! Ja, ik weet zelf niet zo goed waar een auditie is. Kom maar even aan plan lang. Ik heb iets gehoord dat dit een auditie is voor wie de beste kaas maakt. Dat vraagt niemand daar om te doen. Wat haar beweegreden is, I don't know. Volgens mij. Wel leuk dat ze dat heeft gedaan, denk ik. Toch een extra entertainment momentje van Sabrina voor de meiden. Welkom in Parijs. Ik ben blij dat jullie er zijn. En toen kwam zij uit de auto en toen dacht ik van oké, weet je. Ik wist helemaal niet dat zij in Parijs woonde en werkte. Ik neem jullie mee voor heel veel verrassingen de komende 24 uur. Ik ben jullie gids voor de ins, de outs en de ups en de downs. Ik ken de stad als geen ander. Nou, die auto's die hier staan, die zijn van de Sultan van Brunei. Dat is de eigenaar van dit hotel. En als hij hier komt slapen, in zijn eigen hotel natuurlijk, dan komt hij met zijn gevolg. Dan zijn ze ongeveer met 100 man. Dan staat hij helemaal vol met Mercedes'en, Maseratis, Ferraris, Porsches. Past het? Oh, wauw. Heel erg mooi. Van Rosalie gekregen, dat ook nog. Want ik zie haar altijd alleen maar bij de eliminatie. En ik vond haar grof gezegd gewoon echt een bitch. Ik ben best wel een flap uit.
ik zeg altijd direct wat ik denk. En misschien is dat soms helemaal niet goed. Vooral in de modellenwereld. Want toen met Kevin Russia was dat ook zo. En ik denk iets en dan, mijn mond die zegt het gewoon heel snel.